Yo mensen, Jarask hier en welkom bij poging nummer 2 van de Road to Life Team Deathmatch Swarm met de Chicom, het Select Fire en natuurlijk de Target Finder erop. Ik moet spelen met de Target Finder, dat is de uitdaging. En ik moet ook spelen met de Rapid Fire aan. Wat inhoudt dat de Chicom natuurlijk geheel automatisch is. Ikzelf, ik vind hem veel chill als hij niet geheel automatisch is, maar dat is natuurlijk... What the fuck man. Dat is natuurlijk de uitdaging die ik hiermee moet halen. Dus, we gaan kijken wat we kunnen gaan verrichten. 15 kills, een 15 gun streak. En ik heb de swarm natuurlijk binnen. En we zullen zien wat we vanaf kunnen gaan brengen. Klim nou, klim. Klim! Teammates, blijf hier zitten. Want ze komen daar allemaal. Ik zei het, teammate, goed opgelet. Uh-oh, teammate. Uh-oh, zitten er nog meer? Oh, nee! Oh, shit, maat! Ik dacht dat mijn teammate daar nog zat, maar die... Mijn teammate die was doodgaan samen met mij. Dus mooie timing, jongens. Mooie timing. Oké. Okay. Als ik jou even pak. Kom eens hier. Waar ben je nou naartoe? Vriend. Een beetje gaan omlopen, hè. Ik moet even mijn teammates muten, man. Holy shit. Die hebben een microfoon aanstaan. Dat is zo'n Aldi microfoon. Of een FOMO microfoon. Of een SEMO microfoon. Nog erger. En daar hoor je geen ene zak meer door, man. Dan hoor je eigen gamegeluid gewoon niet meer. Omdat hun microfoon zo fucking hard staat. Er zit hier een enemy, jongens. Ik wil niet heel veel, zeg maar. Ik heb hem. Niks aan de hand. Ik moet nog één keer voor een UAV. Die UAV die moet ik halen. Anders is het hier gewoon onmogelijk om de swarm te halen. Oké, daar is de UAV. Even blijven liggen, want er komt er misschien nog één. Die deed pijn. Laat hem komen. Dankjewel. Nu weg. Oh nee, blijf maar zitten. Shit. Fuck. Waarom schoot ik op die ene en niet op die andere, man? Wat een pisvlek. Als die andere nou gewoon even wat doorgelopen, dan had ik hem gehad, man. Oh, de pisvlek. Oh, shit. Ik moet de swarm halen, ik zweer het je. Dit is zo'n poepclass. Hij is op zich nog wel chill. Ik moet niet zeggen dat het echt een poepclass is. Op zich is hij redelijk chill. Maar die Chicom die wordt zo verrot door die select fire die erop staat, man. Zonder die select fire was het zo'n chill wapentje. Ik heb hier ook mijn allereerste nuclear meegehaald voor de mensen die dat nog niet wisten. Mijn allereerste nuclear is met de Chicom. En dan natuurlijk zonder select fire. Dus ja, het is een chill wapen, dat moet ik je toegeven. En dat moet ik ook gewoon eerlijk zeggen. Maar door die select fire wordt het wel meteen echt een veel ander wapen. Om natuurlijk mee te spelen. Jij loopt langs en dan loopt er hier nog een. Dat is het midden. Bij de B-vlag. Heb je hem al teammate of niet? Ik vertrouw er geen ene zak van hoor. Als je je teammate vertrouwt dan ga je sowieso dood. Dat kan ik je wel Oké, ik heb hem weer niet gehaald. Holy shit. Dat was één mooie quickscope van die gozer. Ik kan niet anders zeggen. Dat was één mooie kill. Dat was één fucking mooie kill. Oh shit. Waarom snijpt hij nu raak? Als hij een tikkeltje naar links had gescoopt, tikkeltje naar rechts had gescoopt, dan had hij me natuurlijk gewoon onmogelijk kunnen... Wat is spawn daar? Waarom spawn je daar? Oh, ik dacht dat de spawns waren geflipt. Er zit er hier nog één, jongens. Let's go, deze keer heb ik jou, snipertje. Je hebt me één keer gekillt en dat is wel meer dan genoeg. Ah, shit, nu heb ik hem weer niet gehad. We gaan nog wel zo lekker. Ik sta 22-4, hè. Ik sta 22-4 met alleen maar de Chicom. Dus het is echt gewoon een super goede score. Alleen het is een 10 deathmatch potje. En dat maakt deze serie ook zo kut. Want een 10 deathmatch potje gaat natuurlijk heel erg snel voorbij. Dus dat is jammer, man. Dat is echt heel erg jammer. En wow, ik was in één burst dood. Holy shit, nice, man. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Want kijk, er moeten nu nog maar 12 kills worden gemaakt. En ik heb natuurlijk 50 kills nodig om de swarm te halen. Hallo, snipertje. Kom dan. Deze keer heb ik jou. Hop, er zit er nog één. Er zit nog een sniper. Oh, dat is geen sniper. Oh, ja, jou heb ik ook, maat. Achter ons. Achter ons, teammate. Ik weet niet waar die precies zit, maar... Enemy of teammate, waar ben je? Jongens, ik vertrouw er geen ene zak van. Er zit er hier nog één boven. Teammate, heb je hem nou of niet? Ik vertrouw er echt geen ene zak van. Ik weet nog niet of die dood is. Ja, oké. Goed zo, jongen. Goed zo. Ik moest je eigenlijk wel vertrouwen, hè, want je had hem gewoon. Sorry. Kom eens hier. Kom eens bij papa. Waar ben je? Daar ben je. Kom eens. Oh! Hoeveel hitmarkers? Kom eens hier! Dankjewel, teammate! Let's go! Ik schoot dwars door de muur heen. Auw! Ga weg! Dankjewel! Woe! Gelukkig is het potje afgelopen. Dankjewel, jongens. Holy shit. En de hele enemy partij is weer geliefd. Waarom liefd iedereen? Als het potje is afgelopen. Wat heb je daaraan? Maar anyway, we hebben natuurlijk weer de swarm niet gehad met de Chicom, met de Target Finder en de Select Fire. Maar... Natuurlijk bij de 1500 likes komt poging nummer 3 zo snel mogelijk online op mijn kanaal. Dus vergeet natuurlijk niet te liken voor poging nummer 3. Ik wil hem halen nu ook in het Team Deathmatch potje. Dus tot en met de volgende poging. Bye bye mensen.